zo omkleden. Maar eerst gaat mama dadelijk uit de auto de wandelwagen pakken. Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Joef zegt ook hoi. Die zit in de bench, want die kon er eigenlijk weer eens niet gedragen. Nee! En Jordi heeft vannacht gespookt. Papa is een paar keer met jou eruit gegaan, hè? Ja! En toen dacht je, hey, ben papa en mama in bed? En toen wou je gaan spelen. Toen zei mama, leg hem alsjeblieft in zijn eigen nest. Want een gespookte hoeft voor mij niet om 5 uur 's morgens. En toen is hij weer in slaap gevallen. Ja. Next stuk. Ja. Maar goed, ik ga heel eventjes de boel klaarzetten. En de kindje omkleden en aankleden. Of in ieder geval de kleren uit en schone kleren aan. En dan gaan we even naar de winkel. Ik moet hondenbrokjes halen bij de dierenwinkel. En ik moet eventjes naar de supermarkt. En even naar de kruidvat. Ik moet natuurlijk voeding halen voor Liam. Dus dan gaan we allemaal eventjes regelen. Dus dat gaan we even doen. Nou, na een half uur klooien zijn we er klaar voor. Hé Jordi, gaan we lekker wandelen. Liam is er ook klaar voor. Ja, gaan we er vandoor? Jippie! Zo, mijn boodschappen heb ik weer in huis. Ik kan weer groentehapjes en alles voor Liam maken. Ook wat fruithapjes. En Jordi is nu een broodje aan het eten. Hallo, je moet wel eten, hè? Niet erop op vastduwen. Dus dan ga ik hem maar eventjes verder geven. Lekker met smeerkaas. Vindt hij lekker? Het is echt zo'n dag dat geen enkel kind doet wat hij moet doen. Sinds 5 minuten slapen ze allebei eindelijk. Nou, Jordi iets eerder misschien. Jordi misschien al 20 minuten. Rust. Ik ben kapot. Trap op, trap af. Schone luier. Nee. Ik ga heel eventjes wat programma's terugkijken. En dan ga ik hier aan de slag. Ik ben eten aan het koken. Ik heb al bloemkool op staan. Ik ga zo even gouden aardappels schillen. En ik ben nu mijn vlees aan het bakken. Bakken jullie ook wel ooit eens met mosterd? Ik heb nu, wat was het, hamlapjes met mosterd. En die doe ik even bakken en dan doe ik er water op en dan, ja, garen ze. Maar mijn vraag is, doen jullie dat ook wel eens? Laat even weten. Een stalker, schatje. Ja, dat is mijn stalker. Stalkster. Ze is helemaal gefascineerd door filmen. Ja. Kijk maar even. Ja. Het is overal, het is gewoon een stalker. Elke keer als wij filmen, dan komt ze erbij. Maar we hebben straks lekker gegeten. We hadden bloemkool, aardappels en vleesje, zoals jullie zagen. En daarna zijn Jordi en Liam in de douche geweest. Ja. En zijn ze kort daarna ook naar bed gegaan. Ja, was volgens mij een nieuw record, of niet? Nou, gisteren was het ook al wel zo vroeg, hoor. 8:30? Ja, 8:30. Hm. Ja, 8:45 helemaal precies. Liam begint het te leren. Papa had hem expres een beetje bezig gehouden. De laatste moment kon hij zijn ogen bijna niet meer openhouden. Maar gelukkig hadden we lucifershoutjes. Dus, Die hebben we eronder gestoken zo. Dus maar ja, in ieder geval, ze liggen lekker te slapen. We hebben hier nog opgeruimd. En wij gaan dadelijk ook lekker naar bed.
Heel eventjes genoeg pasta. En niet te vergeten gediscussieerd over de wasbak en over het water op het aanrecht. En, ja, laatst is van alles uit de kast gevallen, omdat dat niet fatsoenlijk in de kast wordt gezet. Hè, Niels? Juist, dus alles is eruit geflikkerd. Dat heb ik niet gedaan. Nee. En toen is mijn mixer kapot gegaan. En mijn blender is kapot gegaan. Joef. En ik dacht dat mijn stomer het nog wel deed, maar het blijkt dat die lekt. Waar zit je te etteren? Dus ik moet een aantal nieuwe dingen aanschaffen. Dus ik ben ook een beetje aan het kijken welke ik wil en wat ik wil. En gelijk even goed aanschaffen. Zodat ik er ook een hele tijd mee vooruit kan natuurlijk. Ik hoor Lian. Ja, dat is een nawee. Ik hoor het niet graag. Hij riep mama. Ja, echt niet. Hij deed nyam nyam nyam. Ja, zie je, mama. Mm-hmm. Papa. Maar wij gaan zo naar bed. Ja. Als Lian blijft slapen. En tot morgen. Ja. Morgen hebben we een gesprek met Stichting Mee. Maar daar gaan we jullie later over vertellen. Een hele goede morgen. Jordi heeft zijn flesje gehad. Is lekker aan het spelen. En Lian die heeft ook zijn flesje gehad. Liam heeft ook zijn flesje gehad en is ook lekker aan het spelen. Hé jongen? Ja! En we hadden eigenlijk naar fysio gegaan, maar die gaat niet door. En ik vind het op zich ook niet zo heel erg, moet ik zeggen, want ik kan dan nog van alles doen. Straks hebben we een gesprek van Stichting Mee. En ja, het zij zo. Maar ja, ik ga even zelf een boterhammetje eten. Joef! E-bench! Joef die is aan het tongen met Liam. En dat mag niet. En dat weet ze. Dus nou zit ze straf in de bench. Maar goed, ik ga heel even zelf wat eten. En ja, dan ga ik hier aan de slag. Dus stofzuigen, dweilen, even opruimen. En vaatwasser even leegruimen, even inruimen, want... Er was toch wat afwas van gisteren, maar de veldwasser was niet op tijd klaar. En ik was moe, dus ik dacht, die doe ik morgen wel. Dus ik ga daar heel eventjes mee aan de gang. Ik weet niet wat ik vandaag allemaal film, want ja, schoonmaakwerk is ook niet leuk om te filmen natuurlijk. Hi Lily. Hallo. Hi Lily. Ja. Klein lachen, Becky. Mama heeft al het een en ander hier gedaan. Daar nu even stofzuigen, dweilen en klaar. Ik heb met Liam ook veel gekroeld. En ik heb met Jordi geknuffeld en gespeeld. En die heeft ook al fruit op. Die krijgt dadelijk een fles en dan gaat hij naar bed. Brood wil hij nu niet eten, hij heeft echt buikpijn. Dus daar ga ik niet veel in krijgen. Maar dat is prima. Volgende week hoop ik dat het allemaal weer wat gaat verbeteren. Dus ja. Hey jongen. Stichting Mee is net geweest. We hebben een gesprek gehad. Straks vertellen we er meer over. Jordi is een filmpje aan het kijken. Joef is overal aan het vervelen. Hé hey Joef? Ben je overal aan het vervelen? Zie je? Slaap op jouw programma. En ze zitten ondertussen op... En Joef zit op de afstandsbediening. Liam is aan het mopperen.
Ja. Hij wil eigenlijk slapen. Of hij moet Ik denk dat hij gewoon heel erg moe is. Maar hij wil niet toegeven. Hé, mama? Nee. Hij is gewoon aan het zeuren. Dus mama doet nu even met Liam stoeien. En dan gaan we zo lekker eten. Dan vertellen we straks meer over het gesprek. Kindjes liggen heerlijk te slapen. Joefti is aan het vervelen, zoals gewoonlijk. Hè, hond? Ik ben straks nog heel even naar bed geweest, want het was zo moe. Maar je wordt altijd moe van zulke gesprekken. Mm-hmm. Dus ik heb nog even een uurtje geslapen. En we zouden het nog even hebben over wat Stichting Mee voor ons gaat betekenen. Mm-hmm. Wil jij dat doen? Of? Als Joef ophoudt. Joef kan niet ophouden. Nou, we hebben het gehad over het... Dat Jordi naar een medisch kinderdagverblijf kan. Ja, wij zien hem graag op een medisch kinderdagverblijf. En ik ga niet eerder iets regelen voordat ik weet wat ik vergoed krijg. Waarschijnlijk krijgen we wel heel veel vergoed en alles. Daar gaat het niet om. Joef. Waarschijnlijk krijgen we wel heel veel vergoed. Daar gaat het niet om. Maar het is ook niet zo dat wij zoveel geld hebben dat we alles uit eigen zak kunnen betalen. Nee, het is meer voor zijn ontwikkeling dat hij naar een medisch kinderdagverblijf gaat. Zodat hij daar langzaamaan een beetje kan wennen als hij uiteindelijk naar school moet. Ja, Jordi zit heel veel met prikkels en dat soort dingen allemaal. Dus ja, in principe is het gewoon belangrijk. Plus hij heeft natuurlijk die hiersprong. En ja, daar moet ook gewoon aan gedacht worden en alles. Dus het is gewoon belangrijk dat daar gewoon naar gekeken wordt. Nou heb ik ook aangegeven van, luister, ik regel al zo gigantisch veel. Ik weet niet of ik in staat ben om dit ook allemaal te doen. Dus hebben hun eigenlijk aangegeven van, dan gaan wij vast polsen bij... Want ik zei van, ik wil hem eigenlijk op dat medisch kinderdagverblijf hebben. Ik ga nog geen namen noemen, want ja, hè? We weten natuurlijk niet hoe en wat. Dus we gaan alvast bellen of er plek is en of er een wachtlijst is. En alles. Dus, en wat er allemaal voor nodig is om daar te komen. Ja, en ook of dat de zorg voor Jordi in principe daar gedaan kan worden. Mm-hmm. Wat waarschijnlijk wel zo is hoor. Maar ja, dat is dus nu eventjes de vraag. Dus daar gaan ze mee aan de slag. En over 2 weken hebben we weer een afspraak. Mm-hmm. En dan horen we meer. Ik had ook de vraag gehad van, is het mogelijk om... Omdat de zorg voor Jordi en... Ja, dat is gewoon best veel. Dus af en toe schiet het huishouden er hier wel eens bij in. Want als ik een kind heb die over de zeik gaat... Nee, dat gaat altijd voor. Dat gaat gewoon altijd voor. Dus ik heb gewoon gevraagd van, is het mogelijk om een vorm van huishoudelijke hulp te krijgen? Al is het alleen dat ze me helpen met boven doen. Dus dat ik gewoon meehelp. En ik zeg, is dat mogelijk? Maar per 1 januari stopte alles wat mantelzorg betreft en hulp. Dus nee. Dat... Met in de huishouden dan? In huishouden, ja. Dus nee, dat konden we niet aanvragen. Maar we hadden er feitelijk, gezien de regeltjes, als het niet zou stoppen, hadden we er wel recht op gehad. Maar omdat het dus stopt, hebben we daar geen recht op. Dus we blijven gewoon zo doorgaan. Ja. Dus, maar ja, in ieder geval, dit is eigenlijk een beetje wat er besproken is. Hulpmiddelen en zo, die hebben we nu in de zin van... Wat betreft Stichting Mee niet nodig. In de toekomst misschien wel, dat gaan we kijken. Ja, de hulpmiddelen die nodig zijn, die kunnen gewoon via het zorg... Daar hebben we volgende week weer een... Of nee, over 2 weken. Ja, over 2 weken hebben we daar een afspraak over. Dus zo blijven we bezig met alle afspraken. Volgende week moeten we naar het ziekenhuis.
Ja. Of in ieder geval moet ik met Jordi naar het ziekenhuis. Volgende week heeft Jordi een botox behandeling. Zo blijven we echt bezig. Bijna elke week wel iets, hè Niels? Ja. Maar goed. Verder heb ik eigenlijk daarover niets te melden, jij wel? Nee. Het was wel een fijn gesprek, toch? Ja. Wij gaan zo ook naar bed. Ik ga heel eventjes nog editen. En... ik ga Joef nog uitlaten. En dan gaan we ook naar bed. Dus bij deze gaan we deze ups en downs ook afsluiten. Ik denk dat het een vrij saaie ups en downs is. Maar ja, hè, die hebben we er ook wel eens bij zitten dat er niet veel gebeurt. En ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.